de commissie van rapporteurs in zaken de wet inrichting, bestemming, beheer en toezicht op de penitentiaire inrichting en huizen van bewaring heeft voorafgaand aan de openbare behandeling van deze wet haar huiswerk gemaakt. Dit gaf voorzitter Roselli Cotino vandaag aan tijdens de openbare vergadering van DNA. Volgens haar hebben de leden ter voorbereiding besprekingen gehad met diverse actoren. De commissie heeft de leiding van het ministerie van Justitie en Politie gehoord. Ook nog de leiding van korpspenitentiaire ambtenaren. En de bond van de penitentiaire ambtenaren, daar hebben we ook een goed gesprek mee gehad om meer inzicht te werven in de materie. De commissie, het is goed om aan te geven dat deze commissie van rapporteurs, naast de besprekingen die er zijn geweest, ook nog een oriëntatiebezoek heeft gebracht aan diverse inrichtingen. We zijn geweest naar de centrale penitentiaire inrichting, het huis van bewaring en de penitentiaire inrichting aan de Duitsburglaan. Die hebben we allemaal aangedaan. We hebben daar een rondleiding gehad als commissie. We hebben diepgaand kunnen discussiëren met de leiding over de zaken vervat in de wet, maar ook over de praktische uitvoering van zaken. En we hebben inderdaad meer inzicht gehad in de materie als het gaat om penitentiaire inrichtingen en huizen van bewaring. Het reilen en zeilen daar is ons breedvoerig uitgelegd. En onze dank natuurlijk ook aan de leidingen van de inrichtingen voor de wijze van ontvangst, maar meer nog de duidelijke uiteenzetting. Bij aanname van de wet zal de wet delinquentenzorg van 1979, die meerdere malen gewijzigd is, integraal gewijzigd en ingetrokken worden. Cotino gaf verder aan dat de wet penitentiaire inrichtingen en huizen van bewaring handelt over onder andere de opname in deze inrichtingen en het beheer. Het regime van bijzondere verzoeken komt ook aan de orde. Veiligheid, orde, rust en tucht is ook een van de zaken die wordt geregeld. Maar verder ook nog arbeid en loon en verzorging. Medische verzorging, maar ook onderwijs. Dat soort zaken worden allemaal geregeld in deze wet. Eigenlijk een hele goede wet als u mij vraagt. Het moet dienen als een raamwet. En de wet kan met nadere staatsbesluiten en regelgeving verder goed uitvoerbaar worden. Commissievoorzitter Cotino vandaag bij de behandeling van de ontwerpwet penitentiaire inrichtingen en huizen van bewaring. Deze wet zal de wet delinquentenzorg van 1979 vervangen.